Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We zien het op de satellietfoto boven Frankrijk zitten al witte wolkenplukken. Dat zijn buien die later vandaag onze kant op komen. Maar vanochtend schijnt nog de zon flink. Wel waait er een vrij stevige oostelijke wind. Die is matig en zeevrij krachtig. Ondanks die wind, met veel zon, wordt het toch broeierig warm vanmiddag. Zo'n 25 graden in het noorden en 27 tot 31 graden in het midden en zuiden van het land. In de loop van de middag zien we vanuit het zuiden de bewolking al langzaam verder toenemen en vooral in de avond trekken er een aantal flinke regen- en onweersbuien van het zuiden uit over het land. Vooral in het zuidwesten kunnen ze flink uitpakken, met kans op zware windstoten en ook veel regen in korte tijd. Ook morgen hebben we te maken met een aantal regen- en onweersbuien kunnen opnieuw vrij stevig uitpakken, tussendoor soms wat zon, som, maar ook veel bewolking, de middagtemperatuur rond een graad of 25. In het weekend en ook op maandag is het licht tussenvallig zomerweer. Het is behoorlijk afgekoeld. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 21. Verder staat er soms een vrij stevige wind. Af en toe schijnt de zon en er valt vooral een enkele bui op zaterdag en op maandag. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl